Wow, wat is dit? Ik moet naar buiten. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Waarom staan hier opeens allemaal zombies in mijn huis? Nee. Ik wil niet dood. Ik heb nog maar 2,5 hartje. En er staan nog meer zombies buiten. Hoe komen die zombies binnen? En waar is mijn deur? Wat is er allemaal gebeurd? Mijn spullen zijn niet weg. Wie is hier geweest? Dit heeft sowieso Torben weer gedaan. Dat kan niet anders. Oké. Ik ga hier naar buiten, zo. Oh, nee, er zijn er ook allemaal bordjes. Zombies, ga alsjeblieft eventjes weg. Zombie, ga weg. Ga alsjeblieft even weg. Ik wil niet dood. Ik ga oprecht bijna dood. Oké, ik denk dat het de bedoeling is dat ik even ga slapen. Eén van de twee... Oh mijn god, Torben is online. Dit ga je niet menen. Waar is Torben dan? En wat zijn deze bordjes? Aangezien je jezelf zo alleen voelde om bloemen te stelen, dacht ik, ik heb hier wat vrienden, pas wel op. Ze hebben altijd honger, PS. Bloemie is nu op een veilige plek. Oké, ik had de vorige keer dat ik Torben zijn vieze huisdier gestolen en die had ik verstopt. Alleen het lijkt erop alsof Torben die inmiddels alweer heeft gevonden. Alleen Torben is online. Oké, dat is wel een probleempje. Ik moet sowieso een deur hebben. Ik kan nu ook helemaal niet slapen. Hier is mijn crafting table. Ik maak hier even een nieuwe deur. En die zet ik zo snel mogelijk terug. Zo, en ik heb ook een geheime kist. Zeg maar alsjeblieft niet dat Torben mijn geheime kist heeft gevonden. Oké. Kijk, al mijn spullen, mijn zeldzame spullen, die liggen er nog. En ik weet niet of Torben deze heeft gevonden. Dus ik moet deze verstoppen. En dan moet ik snel doen voordat Torben terugkomt. Want als Torben terugkomt, dan heb ik een probleem met de weet die precies waar al mijn zeldzame spullen liggen. Hier is een berg. En ik denk dat ik hier gewoon... ik stop hier gewoon even mijn zeldzame spullen. In ieder geval mijn diamond, mijn golden apples en mijn enchanted boek natuurlijk. En dan doe ik daar dirt terug. En ik moet het ook wel terug zien te vinden. Dus ik plaats hier gewoon een sapling op. Zo. Oké, maar ik moet uitkijken. Want ik weet niet waar Torben is. En ik weet dat Torben hele sterke armor heeft. Althans, dat had hij ooit een keer gezegd via een bordje. En ik heb niet heel veel zin om nu al met Torben te vechten. Want daarvoor wil ik me namelijk even iets beter voorbereiden. Ik heb namelijk op zich wel goede loot. Alleen ik heb alleen maar een iron zwaard. En eigenlijk wil ik gewoon een nog sterker wapen maken. Om Torben dus uiteindelijk aan te vallen. Maar eerst moet ik ook even wat eten hebben. Want als Torben die straks komt, zou het kunnen zijn dat we misschien wel gaan vechten. En daar heb ik niet bepaald heel veel zin in. Dus ik ga gewoon mijn farmpje eventjes zo. Dan heb ik tenminste even wat eten. Dit kan ik wel gebruiken. En dan alles weer even heel snel terugplaatsen voordat Torben terugkomt. En dan met dat wheat dat ik heb, kan ik sowieso weer even wat brood maken. En schapies, kijk eens. Ik heb voor jullie ook weer even wat lekkers. Alsjeblieft, voor jou ook. Wat ik dus eigenlijk moet doen, is een schild maken. En dat kan ik ook maken. Alleen dan heb ik hout nodig. Heb ik nog wat hout? Ja, let's go. Ik heb hout. Oké, Torben gaat mij sowieso niet kunnen killen als ik een schild heb. Hoe maak ik nou een schild? Hoe maak ik een schild? Oké, zo maak ik een schild. Let's go. Oké, en dan mocht Torben straks komen, dan ben ik er sowieso klaar voor. En nu ik een schild heb, zit ik te denken, misschien kan ik Torben zelf al wel aanvallen. En misschien kan ik Bloomie terugstelen. Torben zegt dat Bloomie nu goed verstopt zit, dus dan gaan we even kijken. Ik hoor Bloomie. Ik hoor letterlijk een kat, maar ik weet niet waar. Waar is Torben zijn kist? Torben had hier een kist staan. Die kist is ook weg. Torben heeft sowieso een geheime kamer ergens. Dat kan niet anders. Oké, is Bloomie hier? Nee. Torben heeft een geheime kamer. Dat weet ik 100% zeker. Eens even kijken. Wat zit hierin? Ah, hier zit ook geen goede loot in. Dat meen je niet. Waar is die geheime kamer? Die moet hier ergens zijn. Dat kan niet anders. Oké, ik denk dat ik even terug naar mijn huis ga. Om een paar spulletjes veilig te zetten. Hey! Nee! Torben, ik heb een schild. Dus laat me met rust. Sinds wanneer ben jij hier terwijl ik hier ben? Hey. Nee, weet ik niet. We zitten gewoon tegelijk in de server, maar laat me met rust. Uit. Laat me met rust, want ik ben sterker, Torben. Laat ga me met uit. Nee. Ik zoek wat. Heb jij misschien niet wat diamonds voor mij of zo? Of, waarom kom je ook hier vandaan? Wat ging je weer doen in jouw eigen kleine hutje hier beneden? Wat is niks, dat nou? Niks. Laat maar zitten. Doei, Torben. Doei. Ga maar weg. Oké, dit scheelde echt helemaal niks. Hoe ga ik dit nou weer doen? Ik moet Torben op een manier aanzien te vallen, want ik ben de burgemeester en de Torben is zijn hele server aan het verpesten. Wat hoor ik? Wat doe jij? Torben! Ja? Torben, ja? Wat? Wat doe je? Ga maar weg! Wat doe je? Wat doe je? Ga maar weg! Hoezo ga maar weg? Ga maar weg, hier. Wat ga je nog één. Torben, doe normaal. Doe normaal! Doe normaal! Torben, serieus? Ik ben er klaar mee. Je hebt me zo lopen pesten hier. Dus dan blijf je letterlijk mijn hele huis op.
Oké, okay, ja. wacht maar. Ja? Wacht maar. Ga maar weg. Ja, weet je wat? Ik ga weg van deze server, oké? Okay? Doei, ja. ik zie je nooit meer terug. Doei. Ik wou net zeggen, eindelijk. Waarom blaast hij nou weer opeens mijn hele huis op? Kijk, kijk hem daar staan in de verte. Kijk hem daar staan. Hij heeft sterker armor dan dat ik heb. Oh, dit meen je niet. Wacht, ik heb een idee. Tormund moet denken dat ik weg ben. En dan kan ik hem later gewoon keihard terugpakken. Want bij deze heeft Tormund oprecht de oorlog met mij verklaard. Ik zag dat hij een iron helmpje had. En hij heeft sowieso sterker armor. Alleen al mijn spullen liggen nog binnen in mijn huis. Dat is wel een probleempje. En hier staat een zombie. Zombie, wegwezen. Eens even kijken, wat is hij allemaal aan het doen? Tormund die loopt nu... letterlijk in mijn huis of zo. Wat is hij allemaal aan het doen? Ik moet wat spullen terug zien te pakken die ik eigenlijk nodig heb. Alleen Tormund loopt daar nu de hele tijd. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. En die zombies die zijn ook vervelend. Oh, Tormund mag me niet zien. Oké, ik heb een idee. Ik heb hier mijn geheime kist neergezet. Alleen ik weet niet meer precies waar ik die heb neergezet. Ik had er een boompje geplaatst. Ik heb het letterlijk net gedaan. Maar daar zit één diamond in en er zit een golden apple in. En ik weet dus dat Tormund ergens ook nog een diamond heeft. En die zit waarschijnlijk dus in die geheime kamer van hem. Alleen ik moet die diamond zien te vinden. Want dan kan ik een diamond zwaard maken. En dan ben ik sowieso sterker dan Tormund. Alleen hij loopt daar nu de hele tijd rond. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Oké, ik moet sowieso ook een geheime ruimte hebben om mijn aanval op Tormund voor te bereiden. En in die ruimte moet ik ook Tormund zijn huis kunnen zien. Oké, wat is hij allemaal aan het doen? Hij staat daar maar. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Oké, ik denk dat ik... Oh ja, dit is een perfecte plek. Als ik hier gewoon een geheime bunker maak... Kijk. Hier is letterlijk al een beginnetje voor die bunker. Kan ik vanaf hier perfect Tormund's huis en mijn huis in de gaten houden. Oké, kijk. Daar is trouwens die geheime kist. Alleen Tormund mag dat niet zien. Op dit moment ben ik veilig en kan ik hier gewoon even wat ruimte maken... om dus een beginnetje te gaan maken aan die geheime bunker van mij. En eigenlijk wat er net is gebeurd is juist wel heel goed. Want nu denkt Tormund dat ik dus weg ben uit zijn server. En wat zei hij nou? Dat hij mij had verbannen of zo? Tormund denkt dat hij nu de burgemeester is. Nou, echt niet. Ik ben nog steeds de burgemeester. En ik ga een aanval op Tormund doen. En dan wordt hij helemaal gek. En dan ga ik hem gewoon wegjagen uit Bloemburg. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Waar is hij? Hij is... Hè? Oh, hij loopt in zijn huis volgens mij. Oké, dat is perfect. Hij heeft sowieso niet door dat ik hier nu bezig ben. Oké, ik heb hier nu een ruimte gemaakt. En nu moet ik dit ook nog een beetje dicht maken. Zodat Tormund nooit kan zien dat hier dus een geheime ruimte zit. Kijk, oké, dit is perfect. En aan de andere kant maak ik het ook eventjes dicht. Kijk, nu valt het niet op. Ah, ik kom één blokje deur tekort. Wacht. Pak ik deze erbij. Zo. En dan maak ik hier even een gat. Het is heel donker. Ik zet even een torch neer. Als ik hier dan volgens een gat maak, kan ik perfect gewoon Tormund zijn huis bespioneren. Oké, eens even kijken. Ja. Kijk. Dit werkt perfect. Alleen, hier ga ik een soort van muurtje maken. En dan moet ik dit hier ook nog eventjes dicht gaan maken. Hoe ga ik dit slim doen? Ik weet ook niet wat Tormund op dit moment is. Ik denk dat ik het wel even op deze manier kan doen. Kijk, zo. Dit moet eventjes helemaal dicht op deze manier. Kijk, en dan heb ik hier gewoon een mini bunker. En dan vanaf hier kan ik perfect het huis van Tormund in de gaten houden. Ik weet niet of jullie het zagen, maar Tormund ging daar naar beneden. Oké, daar ergens zit dus die geheime kamer van Tormund. Dit komt echt perfect uit. Oké, hier maak ik trouwens eventjes een geheime ingang op deze manier. En dan is dit vanaf nu gewoon bij de hoofdkwartier. En later moet ik het natuurlijk nog wel wat mooier maken. Maar dat is voor nu even niet belangrijk. Ik moet die diamond van Tormund zien te bemachtigen. Oh, daar loopt hij. Hij loopt bij mijn huis. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon stiekem via achterom. Als ik die diamond van Tormund kan weten te bemachtigen, dan kan ik een diamond zwaard maken. En dan kan ik Tormund gaan aanvallen. Oké, kijk. Tormund loopt daar nu in mijn huis. Ik ga gewoon heel stiekem via achter ga ik dit doen. En hij mag me niet zien. Oké, eens even kijken. Tormund staat daar als het goed is in mijn huisje. Au. Ik moet gewoon helemaal omlopen. Anders gaat Tormund mij 100% zien. En dat is niet de bedoeling. Zolang Tormund in mijn huis is, kan ik perfect via achter. Kijk. Daar loopt hij heel stiekem wat steeds. Oké, ik denk dat ik nu gewoon ga rennen. Rennen. Hij mag me niet zien. Oké. Oh, kijk. Daar loopt hij. Ik ga hier gewoon naar beneden. Ik weet zeker dat Tormund hier ergens... Kijk. Ik zit in de ruimte. En dit is volgens mij letterlijk... Kijk. Dit is die ladder naar boven. Huh, dit is Bloomy. Hier staat Bloomy. Waar staat die diamond? Ik heb een diamond. Oké, dit is perfect. Ik moet nu sowieso weer heel snel naar boven toe. En waar is Tormund? Oké, Tormund is daar. Ik ga gewoon keihard wegrennen. Ik heb zijn diamond. Dit is echt perfect. En volgens mij heeft hij me niet gezien, maar dat weet ik niet zeker. Oké, ik ga even terug naar mijn geheime ruimte. En er staat een rood schaap bij mijn geheime bunker. Dat rode schaap is mij gewoon letterlijk aan het verklikken op dit moment. Ik snap dat het mijn schaap is en dat hij me wilt supporten, maar hij loopt een beetje in de weg. Ik hoop zo dat Tormund mij niet heeft gezien of gehoord. Oké, we zijn weer in de bunker en
Kijk. Hier is gewoon een rood schaap. Al mijn rode schapen die lopen nu los, zodat Torben mijn hok kapot heeft gemaakt. Oké, maakt niet uit. Ik moet nu mijn andere diamond ook nog even zien te pakken. Waar is die ook weer? Daar. Oké, hier staat nog een kistje van mij. En daar zit hele goede loot in. Kijk eens aan. En deze ga ik nu verstoppen in mijn geheime bunker. Alleen Torben mag mij niet zien. Ik moet echt uitkijken als ik naar mijn bunker ga. Want als Torben mij ziet, dan heb ik echt een probleem. Want hij denkt nu letterlijk dat ik weg ben. En dat is perfect, want dan kan ik dus die geheime aanval inzetten. Kijk eens aan. Zo, oké. Ik ga sowieso deze kist nog eventjes verstoppen. En ik heb ook weer een nieuwe crafting table nodig. Ik moet alles weer opnieuw gaan maken door Torben. Oké, hier een kist. Kijk eens aan. Daar doe ik sowieso mijn golden apple en dit in. En dan zet ik hier... ga ik hier even een blokje dirt weg. En dan zet ik hier gewoon een blokje dirt neer op deze manier. Zo. Zodat mocht Torben dit vinden, dat hij in ieder geval niet mijn golden apple vindt. En dan ga ik nu iets maken waarmee ik sowieso Torben kan verslaan. Ik weet zeker namelijk dat Torben geen diamond zwaard heeft. Alleen eigenlijk moet ik dit zwaard nog sterker gaan maken. Ik wil dit zwaard namelijk gaan enchanten. Dus even kijken. Ik doe mijn zwaard voor nu eventjes terugzetten hier. En ik moet koeien vinden en ik moet sugarcane vinden, zodat ik uiteindelijk dus een enchanting tafel kan maken. En ik heb sowieso ook meer diamonds nodig, besef ik me nu. Want ik moet namelijk obsidian hebben. En obsidian kan je alleen hakken als je een diamond pickaxe hebt. Oké, ik denk dat het tijd is dat ik weer even ga minen. En dan moet ik diamonds vinden en ik moet sugarcane vinden en ik moet koeien vinden. Ik moet echt nog heel veel doen voordat ik een enchanting tafel heb. Maar dat is het waard, want dan ga ik Torben daarna gewoon keihard aanvallen met het gevaarlijkste wapen wat er bestaat in Minecraft. Oké, wat ik dus sowieso nodig heb zijn sugarcanes. En ik zie al sugarcanes. Dat is perfect. En het is hier de hele tijd zo donker. Ik vind het vervelend. Ugh. Normaal ging ik nu gewoon slapen, maar Torben is online, dus dan kan ik niet slapen. Oké, ik pak hier die sugarcanes mee. En dan kan ik die vervolgens gaan planten. Daar ben ik wel blij mee. Zo. En ik moet gaan minen. Want ik heb nieuwe iron nodig. Want ik heb sowieso geen iron meer. En ik heb ook een bucket nodig met water. En Torben heeft mijn bucket met water ook gestolen. Want dat is letterlijk bij mijn huis. En ik ga niet voor een bucket het risico nemen dat Torben mij weer tegenkomt. Wat heb ik nog meer nodig? Oké, ik heb een idee. Ik ga gewoon recht naar beneden minen. Ik weet dat dit heel dom is. Maar ik moet gewoon zo snel mogelijk diamonds zien te verzamelen. Want ik wil namelijk mijn huis terug. En kijk, op deze manier heb ik hier ook meteen even wat iron. Dat komt ook echt perfect uit. Zo. En ik hoop zo dat ik nu door naar beneden hakken niet in de lava gevallen. Hè? Want dan heb ik echt een heel groot probleem. Oké, ik ben niet in de lava gevallen. Ik zit in een cave. Dit is perfect. Nu moet ik alleen nog maar diamonds zien te vinden. Oeh, zijn dit diamonds? Nee, ik dacht dat dit diamonds waren. Hier moeten sowieso ergens wat diamonds liggen, anders weet ik het ook niet meer. Wel wat iron. Ik moet echt alles weer opnieuw hakken. En ik moet ook sowieso level 30 zijn. Want om goed te kunnen enchanten, moet je level 30 zijn. Ik moet gewoon het gevaarlijkste, sterkste wapen hebben van iedereen. Ik wil gewoon niet het risico lopen dat ik deze aanval ga verliezen op Torben. Oké, we nemen ook gewoon even al dit kool mee, want dan krijg ik namelijk ook lekker wat levels erbij. En ik heb het nodig om de aanval op Torben natuurlijk voor te bereiden. Zo. Oké, eens even kijken. Oeh, hier kan ik helemaal naar beneden. Hier beneden moet sowieso ergens één diamond liggen. In totaal heb ik er drie nodig om mijn pickaxe te maken en dan kan ik obsidian minen. Dat is het enige wat ik in deze cave op dit moment nodig heb. En natuurlijk iron. Iron vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Zo, dankjewel voor het iron. En dit lava zit een beetje in de weg. Ik heb gelukkig wel heel veel cobblestone. Hoe ga ik dit slim doen? Ik wil niet doodgaan door de lava. Kijk eens aan. Oké, dit werkt echt top. En dit lava kan ik straks trouwens wel gebruiken om obsidian te maken samen met water. Kom op, hier moeten ergens diamonds liggen. Diamonds! Oh mijn god. Ja. Oké, dit is één diamond. En dit is twee diamonds. Ik heb nog maar één diamond nodig. Alleen dat loopt die verder dood. Oké, ik moet een andere cave zien te vinden. Hoe ga ik dit doen? Sowieso dit iron wil ik ook wel even hebben. Ik moet wel uitkijken. Oké, dat ga ik niet doen. Ik heb geen zin om dood te gaan door de lava. Ik denk dat dat een beetje een te groot risico is om nu te doen. Ik ben in een ander gedeelte van de cave. En wat is hier allemaal dan? Oh, ik weet niet wat het is, maar je kan echt super diep hier of zo. Huh? Oh, we hebben hier redstone. Dat kan ik gebruiken, maar geen diamonds. Waarom liggen hier nergens diamonds? Ik heb letterlijk nog maar één diamond nodig en dan kan ik weg uit deze domme grotten. Ik kan ook gewoon gaan strip mine. Op die manier kan je altijd snel diamonds vinden. En hier sowieso wel wat iron. En oeh, hier beneden is weer een cave. Oh, een mineshaft! Wat is dit? Oh, een spanner! Oh, wat voor spanner is dit? Oh, nee. Dit is sowieso een zombie spanner. Ik wil niet dood. Dit is een probleem. Oh! Oké, even wat wortels eten. Wat voor spanner is dit? Eens even kijken. Als ik hier... Ja, dit is een zombie spanner. Ik zet hier gewoon allemaal toortjes omheen. Dan kunnen die zombies niet meer spannen. En wat zit er in de kisten? Nee, dit wil ik allemaal niet. Ofwel, wat is dit? Oeh, horse armor. Dat kan ik wel gebruiken. En... Oh, diamond horse armor. En een enchanted boek.
Hulk en de Power 5, die kan ik gebruiken voor een bow. Misschien moet ik dat gewoon doen. Ik kan natuurlijk wel een bow maken en daar heb ik ook sowieso een heel sterk wapen. En dan kan ik deze diamonds, die kan ik gewoon bewaren. Dat kan ik ook doen. Ik ga eens even kijken wat hier sowieso nog meer voor het loot ligt. En hopelijk kan ik nog ergens één diamond vinden. Kom op, 2 diamonds! En de punch, die kan ik op mijn zwaard gebruiken? Ik weet het niet. Oh, dit is echt perfect. En hier nog een kistje, weer een diamond en een name tag. Oké, Torben heeft echt een heel groot probleem straks. Oh, en redstone. Met deze redstone kan ik misschien ooit wel een val gaan maken of zo. Oké, dit is echt de beste mine-sessie die ik ooit heb gehad. Oké, ik ga nog heel even snel de mineshaft door en daarna ga ik weer naar boven. Want als ik nu doodga in deze mine, dan heb ik echt een heel groot probleem. Oké, dan ben ik letterlijk al mijn spullen kwijt en dat wil ik niet. Oké, ik ga hier nog eventjes heen. Is hier ergens nog een kistje? Ik heb ook sowieso obsidian nodig. En oh, hier ligt gewoon nog een diamond. Nog een diamond, dankjewel. Ik heb gewoon 6 diamonds. Ik weet zeker dat Torben dit niet leuk gaat vinden. En, oh, hier is lava. Oké, dat is ook perfect. Dan kan ik namelijk met dat lava... Wat is hier allemaal dan nog? Ik vind mineshaft altijd zo leuk. Er is altijd zoveel te ontdekken. Alleen mijn torches zijn op, dus ik moet even nieuwe torches maken. Zo, hebben we er weer heel veel. Wat is hier beneden nog allemaal? Ik zie daar beneden licht. Wat is hier? Auw! Oké, hier is lava. Weet je wat? Ik ga hier gewoon even een crafting table maken. Zo, en dan doe ik even een furnace. Ik heb 5 furnaces gemaakt. Dat was niet de bedoeling. En dan ga ik wat iron laten smelten. Ik heb geen kool meer. Weet je wat? Ik gebruik wel fences. En ik heb ook geen hout meer. Ik heb sticks nodig, want ik moet een pickaxe maken. Oh, ik was net in een mineshaft. Dan moet ik weer helemaal naar boven. Oké, ik ga even hout halen. En dan denk ik dat mijn iron ook hoe klaar is. Oké, ik heb wat sticks en kijk eens aan, een diamond pickaxe. Let's go. En iron is ook klaar. Zo, dan kan ik een bucket maken. En oh nee, ik heb natuurlijk water nodig. Hoe kom ik nou weer aan water? Volgens mij lag hierboven ook water. Volgens mij lag hier ergens water. Ja, kijk, hier ligt water. Zo, dit water heb ik even nodig. Ja, let's go. En dan moet ik nu weer naar beneden. Hier was dat, ja. En dan kan ik obsidian maken. En oh, niet doodvallen. Kijk, zo, obsidian. En ik heb in principe maar 1 blokje obsidian nodig. Of heb ik er meer nodig voor een enchanting tafel? Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Volgens mij heb ik er meerdere nodig. Volgens mij heb ik er zelfs 4 nodig. En ik heb boeken nodig. En ik heb natuurlijk 2 of 1 diamond nodig. Ik weet het niet. In ieder geval, ik heb nog wat diamonds over. Dus dat is perfect. Eerst eventjes wat obsidian hakken. En het laatste blokje. Oké, ik heb 4 obsidian. Ik heb best wel wat iron. En ik heb allemaal zeldzame spullen. En ik kan, als het goed is, ook een bow maken. Kijk, hier maak ik even een bow erbij. Let's go! Oké, het is tijd om terug naar boven te gaan. Want met deze loot wil ik echt niet dood. En dan is het tijd om de aanval op Tormer voor te bereiden. Oké, het heeft even geduurd, maar ik ben weer boven. En hier is mijn grot volgens mij. Ja, let's go. Oké, en dan kan ik vanaf hier eens kijken wat Tormer allemaal aan het doen is. Wat is hij allemaal aan het doen? Hij is gewoon mijn hele farm is hij aan het slopen en iets anders aan bouwen. Wat denkt hij wel niet? Oh, hij is zo de pineut. Oké, onderweg naar huis heb ik sowieso nog heel veel iron verzameld, want ik heb wat nodig. Ik heb namelijk een anvil nodig. Eens even kijken, hoe maak ik een anvil? Hier, een anvil. Ja, let's go, ik kan hem al maken. Die anvil, die heb ik namelijk nodig om een heel sterk wapen te maken. Oké, ik pak de bow erbij en dan doe ik power erop. Ja, let's go. En dan kan ik daar ook punch op doen. Ik gooi er ook punch op. En mijn andere diamonds ga ik even verstoppen voor nu. En mijn diamond pickaxe ook. En deze bow ook. Want die kan ik namelijk op dit moment nog niet gebruiken. Want ik moet nog wat andere voorbereidingen doen. Ik heb namelijk boeken nodig. En daarvoor heb ik dus wat water nodig. En dan... Nee, trouwens, als ik dit doe, kan Tormen het zien. Dat is niet slim. Ik moet het hier binnen doen. Ik heb namelijk wat water nodig. En ik moet wat sugarcane plaatsen. Alleen, ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Kan ik dit doen en dan hier sugarcane? Ja, dit werkt. Let's go. Oké, en dan hier ook een sugarcane. En hier doe ik sugarcane. Dat kan niet. Hier kan wel sugarcane. Oké, en dan heb ik hier ruimte voor sugarcane. Alleen, dan moet ik mijn kist weer op een andere manier verstoppen. Oh, dit is zo vervelend werk. Oké, zo. Oké, mijn kist die ga ik dus hier stoppen. En daar doe ik mijn diamonds in, mijn armor, mijn zwaard, mijn pickaxe, mijn bow, mijn golden apples, mijn name tag en mijn enchanted boeken. Oh, oké, hiermee ga ik sowieso van Torben kunnen winnen. En op deze manier is het ook nog eens verstopt. Oké, nu moet dit groeien. Alleen nu moet ik ook nog koeien zien te verzamelen. Oké, ik heb nog 8 fences.
Ik denk dat ik... hier achter mijn huis. Ik denk niet dat Thor me dat gaat zien, want die village is toch wel helemaal geloot. Of moet ik het binnen in mijn grot doen? Ik heb koeien nodig. Wacht, ik heb een beter idee. Ik denk dat ik die koeien gewoon hierachter ga verstoppen. Oké, dan neem ik deze anvil en die crafting tables neem ik mee. En dan moet ik dus wat koeien zien te verzamelen. En ik hoop dat ik nog wheat in mijn inventory heb. Ja, let's go. Ik heb nog wheat. Oké, maar nu is de vraag, waar kan ik koeien vinden? Je zou denken dat koeien vinden niet heel moeilijk is en... Wat is Thorben allemaal aan het doen? Thorben is daar gewoon verschillende hokken aan het maken. Thorben is van mijn huis gewoon een boerderij aan het maken. Oh, ik zie trouwens ook een schaap. En die ga ik meteen even knippen, want ik heb helemaal geen bed. Het is ook wel handig als ik namelijk een bed heb. Schapie, kom eens hier. Ik ga jou even knippen, terwijl ik op zoek ben naar koeien. Zo, en hoeveel wol krijg ik van jou? Ik krijg maar één wol van jou, serieus. Hier heb ik toch helemaal niks aan. Oké, waar zijn de koeien? Ik zie nergens koeien. Ik zie daar wel nog twee rode schapen. Oké, die moet ik knippen. Alleen... Thorben staat daar letterlijk met allemaal oranje schapen. Ik moet dit op een manier doen dat Thorben mij niet ziet. Volgens mij zag hij hem. Ik weet het niet. Oké, dit risico is echt veel te groot. Ik zie hier namelijk een koe. En ik denk dat ik dit gewoon ga doen. Ik ga gewoon wat koeien meenemen. Hier zijn echt heel veel koeien ook. En ook heel veel schapen. Oké, dit is echt perfect. Schapen, kom eens naar mij toe. Wow, waarom staan hier zoveel schapen? Ik weet niet of Thorben hier wat mee te maken heeft. Maar ik vind het niet erg. Want dan kan ik tenminste even heel veel wol krijgen. En er zijn er ook... Wow, er staan hier heel veel koeien. Oké, ik denk dat het slimmer is als ik hier gewoon mijn hok voor mijn koeien ga maken. Want hier is echt veel meer ruimte. Oké, ik zet hier ook gewoon even mijn crafting table neer. En zo. Ik heb even een nieuwe axe nodig. Gelukkig heb ik heel veel iron. Hoppakee. En dan hak ik even deze boom weg. En dan kan ik hier een hok gaan maken. En dan ga ik gewoon al die koeien instoppen. En dan kan ik die laten breeden. En dan heb ik binnen no time genoeg leer om boeken te maken. Ik moet namelijk dat allersterkste wapen hebben die er is. Anders gaat Thorben sowieso winnen. Want hij heeft nu volgens mij veel meer spullen. Ik moet het doen met letterlijk een of andere bunker. Oké, ik heb veel hout. En dan maak ik ook even veel sticks. En maak ik ook even veel fences. Dit zijn er sowieso genoeg. 47. Meer dan genoeg. Oké, ik moet nu een groot hok gaan maken. Dit is een perfect hok. Nou, je hoeft niet mooi te zijn. Het gaat er gewoon om dat ik heel veel leer heb. Oké, dat is het enige wat belangrijk is. Kijk, ik denk dat dit wel groot genoeg is. Er staan zelfs al een paar koeien in. Met dat wol wat ik net heb gekregen, kan ik... hoe maak ik dat? Kijk, ik kan carpets maken. En die carpets kan ik hierop zetten en dan kan ik er gewoon overheen springen. Zo, makkelijk. En hallo koeien, kijk eens aan. Gaan jullie maar even heel veel kindjes maken. Want dan krijg ik heel veel leer. En die koeien die niet in het hok staan, die ga ik gewoon alvast killen. En dan ga ik kijken of ik al wat leer kan verzamelen. Want er zijn hier echt heel veel koeien. En misschien kan ik dan zelfs al wel één boek maken. Want ik heb maar één boek nodig om een enchanting tafel te maken. En de twee diamonds die heb ik al. Oké, koeien, ga dood. En jij, ga ook dood. En jij moet dood. Doei. Jij moet even dood. Sorry. Jij ook. En jij gaat dood. En ik sta hier bij de pillager tower. Oké, daar heb ik niet heel veel zin in. Ik heb geen zin om weer met die pillagers te vechten. En de laatste koe. Nou, ik zie er nog twee, maar ik heb al 12 leer. Dit is echt perfect. Oké, ik ga die laatste twee nog even killen. En dan denk ik dat ik misschien dan wel een boek kan maken. En dan kan ik gewoon al een enchanting tafel maken. En op deze manier krijg ik ook heel veel levels. Want ik ga dus pas dat zwaard enchanten als ik level 30 ben. Maar ik heb sowieso nu al het gevaarlijkste wapen wat er is. Gevaarlijker dan die van Thorben. En ik heb ook echt heel veel eten. Ik heb 41 beef. Dat kan ook wel van pas komen. Oh nee. Daar is het huis van Thorben. Thorben mag niet weten dat ik nog in zijn server zit. Of in ieder geval in de buurt bij van zijn huis, zodat ik een aanval aan het voorbereiden ben. Doei kip! Oké, mijn bunker is zo goed verstopt dat ik zelf gewoon ook af en toe moet zoeken. Maar we zijn er. En hier zet ik dan weer even mijn crafting table terug. En dan moet ik eerst papier maken. En papier maak ik met 3 sugarcanes. Oké, ik heb nog niet genoeg sugarcane. Ik denk dat ik er gewoon 2 even ga weghakken. Dan kan ik namelijk 3 papier maken. Dan doe ik dit. Dan doe ik dit. En dan heb ik een boek. En dan pak ik mijn... Wacht, ik moet mijn diamonds hebben. Dan pak ik mijn diamonds. Dan pak ik mijn obsidian erbij. En ik heb gewoon een enchanting table. Oké, dit is echt perfect. Dit ga ik allemaal weer terugstoppen. En dan moet ik ervoor zorgen dat ik heel veel boeken krijg. Level 30 wordt. En dan kan ik enchanten. En dan heb ik het sterkste wapen van ons twee. En dan kan ik Thorben gaan aanvallen. Maar dit was de video. Klik even hier om te zien wat Thorben allemaal heeft uitgespookt. En klik even hier om een andere video te zien.